Hallo. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik was ineens weg. Dus ik hoop dat iedereen me weer kan vinden. Sorry, ik zag ineens stilstand beeld. Ik denk, nou, dat gaat niet goed. Dus ik hoop dat iedereen weer terugkomt. Ja, sorry, ik weet niet wat er gebeurde. Alles was ineens weg, dus ik hoop niet dat dat nog een staartje van gisteren is. Want dan wordt het nog een gezellige avond met 10 filmpjes. Dus laten we daar maar niet van uitgaan. Daar ben ik weer, ja. Ja, ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik denk toch dat het nog niet helemaal lekker gaat vanavond met Facebook. Maar we gaan nog even een poging wagen. Vervelend is dat. Maar ja, dat. Ik weet niet, ik kom ook nergens aan. Alleen aan mijn papiertjes. Dus ik druk niet op een knopje, niks. Dus geen idee. Ja, dat denk ik ook, Bettina. Dat er nog wat. Laatste restjes schade is van Facebook van gisteren. Dus nou ja, welkom weer terug allemaal. Gelukkig dat jullie me weer terugvinden. Je kunt ook bijna altijd de lives meteen boven in aankondiging weer terugvinden. Want we zetten ze meteen vast bovenin. Tegenwoordig heet het ook wel eens uitgelicht. Dus moet je even kijken bovenin. Als je daarop klikt, zie je vaak alle filmpjes weer terug. Dus als je zoekende bent, moet je daar altijd eerst even kijken. Proberen het altijd meteen vast te zetten, zodat iedereen het terug kan vinden. Dus ik hoop dat iedereen het weer kan, mij weer kan vinden. Het is wel jammer dat we deel 1 dan weer kwijt zijn. Ik ben ook niet zo handig dat ik filmpjes aan elkaar kan plakken en zo. Maar misschien is er iemand in het team die dat wel kan. Dus laten we maar. In ieder geval nu hopen dat die blijft staan. Want het is natuurlijk ook wel fijn dat die straks weer lekker op Facebook of op YouTube komt, hè? Jij zou er een spook zijn op Facebook? Bah. Ik hou niet van spoken. Welkom terug allemaal. Dit is cardstock om mee te beginnen, Ria. Gewoon 2 stroken cardstock aan elkaar. Van 17 bij 30 half. Nou, het is echt spokerig weer. Hè? Dus het weer is al spokerig en Facebook doet nog even gezellig mee. Maar goed, we gaan nog even weer verder. Dus sorry, ik probeer het in de gaten te houden. Want ja, als je er nou weer uit vloekt, dan weet ik niet wat handig is. Maar goed, in de herhaling. 2 stukken kartstok van 17 bij 30,5 heb ik aan elkaar geplakt met tape van 9 mm. En die zit aan elkaar. Leg ik even een stukje naar boven, want die gaan we zo weer verder mee. Daarna hebben we chipboard nodig. Dus dit is cardstock, dat is dun, waar je gewoon de kaarten ook mee maakt als basis. En dit is chipboard. En daar hebben we 5 stukjes voor nodig. En ik zal ze even opnoemen. We hebben een stukje nodig van 13 bij 12,5. En dan een stuk van 13 bij 17. We hebben er 2 nodig van 13 bij 5. En dan nog een stukje van 13 bij 4,5. Maar wat ik in het eerste filmpje al zei, de werkwijze komt straks in bestanden en daar staat ook alles. Wat ik nu ga doen is op al die stukken ga ik tape plakken. Want dit wordt de omslag eigenlijk. Ik ben een beetje uit beeld, maar goed, ik plak tape, dus dat is niet zo bijzonder, zeg maar. En dit gaan we alvast. Even flink voorzien van tape. Wat ik al in het eerste filmpje ook vertelde, is dat dit de herfstchallenge voor dit jaar is. Hij duurt 5 weken. En vanavond start ik ook meteen de eerste opdracht. Zodat mensen die niet dit albumpje willen maken, maar met eigen
ideetjes aan de slag willen. In een art journal of in een planner. Je kan kaartjes maken. Maakt niet uit. Misschien hou je van labels maken en dat soort dingen. Dan mag je daar natuurlijk de opdrachten ook in doen. En dan kunnen die ook vanavond aan de slag of morgen of wanneer je zin hebt. Ja, eerste deel komt dus bingo kaart 1. Laat ik straks zien. En dan laat ik ook mijn voorbeeld zien. Ook het team, mensen van het team zijn al aan de slag gegaan. Die hebben ook voorbeeldjes gemaakt. En anderen hebben weer, die doen niet de hele challenge mee, maar die gaan wel voorbeeldjes maken met andere bingo kaartjes. Dus die inspireren jullie ook. Dus we hopen dat iedereen gezellig mee gaat doen. We zitten midden in de herfst, dus inspiratie genoeg lijkt me. Er zijn mooie papierlijnen uit. Ik heb ook nog een hele mooie gezien die eraan komt. Die door Janine is bedacht. Ik weet niet wanneer die komt. Ik hoop nog wel op tijd voor de challenge. Anders zit ik hier iets te vertellen wat niet nodig is. Maar in ieder geval, dan plak ik het over de maten heen. Dat is niet zo slim, maar dan kan ik straks niet zien hoe ik moet plakken. Nou, doe ik die een beetje eronder door. 5 is dat, zo. Nou, ja, het komt ook op YouTube hoor. Daarom leg ik nog even kort uit wat ik in het eerste filmpje ook heb verteld. Zodat dat filmpje misschien kunnen vergeten. Ik druk het nog even goed aan. Altijd belangrijk, zodat het goed hecht. Zo. En deze 5 stukken chipboard, die gaan we aan het cardstock plakken. En dat doen we op een bepaalde volgorde. We moeten wel de hoogte allemaal houden. We beginnen met het stuk van 13 bij 12,5. Die gaan we eerst opplakken. En je moet deze volgorde wel aanhouden, want anders kom je niet goed uit straks. Dus 13, moet ik even kijken, want deze maten zijn bijna hetzelfde. 13, ik moet de hoogte wel hebben, dat is 13. En die plak ik, zal even goed in beeld, zo. Die plak ik ongeveer, nou wat zal het zijn, 2 centimeter vanaf de kanten in het midden. Ik ga iets geven als zie ik, nou dat gaat alweer goed. Maar daar beginnen we mee. Dus die van 13 bij 12,5, die komt eerst. Dan eentje van 13 bij 5. Daar hebben we er 2 van, maar we gaan nu eerst 1 opplakken. Ja, er komt een werkwijze straks in bestanden. Dus je kan meteen aan de slag als je wil. Deze plak ik vrij ruim. Naast de eerste, dus er mag wel een heel stuk tussen, ik denk 3 mm wel. Des te soepeler gaat hij straks open. Dus dit is 13 bij 12,5 en dit is 13 bij 5. En dan krijgen we de grootste, die van 13 bij 17. Die gaan we daarna opplakken. Zo. En die gaan we op dezelfde manier plakken. Dus ook weer net zoveel ertussen als bij de vorige. Heel goed aandrukken. Zo, even de troep weg. En dan zie ik straks niet meer wie wat is. En dan komt die van 5. Dus 12,5, 5, 17. En nu komt er weer een van 5. Zo. En dan is er niet veel keus meer, hè. Dan doen we die van 4,5 maar op het randje. Zo. Nou, dit is ook allemaal niet zo moeilijk. Dit kan iedereen, denk ik wel.
Met de shadowbox. Wat was er met de shadowbox? Mijn filmpje met de shadowbox. Met die lampjes. Ja, die was ook leuk, hè? Heeft iemand die al gemaakt toevallig? Zo. Nou, dit zit. En dan ga ik hier ook ongeveer 2 centimeter even in de lucht hangen zo. Zodat hier ook een randje komt. Beetje op het oog. Zo. En dan is het tot zover. Is het al klaar. Dan gaan we de hoekjes hier gaan we schuin afknippen. Ik zal er vast, of afknippen, afsnijden. Tenminste, ik snij altijd. Ik zal er eentje voor doen, zodat dan kan ik hem beter in de camera laten zien. Kijk. Ik heb hem niet strak tegen het chipboard aangeplakt, maar ik denk 2 à 3 mm ervan af. Dan krijg je straks hele mooie hoeken. Dus niet echt heel strak tegen de hoek aansnijden. Maar geef het een beetje de ruimte. En dat doe je natuurlijk bij alle 4 de hoeken. Als je dit strak doet, dan krijg je straks een hele kier in die hoek. En dat is natuurlijk niet mooi. Zo. Weg ermee. Nou, dan gaan we weer lekker tapen. Zorg wel voor dat je hem elke keer goed neerlegt, hè? Dus het smalle randje hier en het grote stuk daar. Dat is wel belangrijk. Wat we nu gaan doen. We gaan deze randen, die gaan we over de kanten heen plakken. En dan doen we door tape op de uiterste randjes van het cardstock te plakken. Dus hier gaan meters tape in. Het is ook altijd fijn als je die lekker op voorraad hebt. Ik heb hier ook weer die van 9 mm. En dan mooi langs het randje van het cardstock. Zo. Ook straks natuurlijk weer even goed aandrukken. Ik ben nog steeds live, hè? Ja, oké. Ik denk dat er gewoon even in het begin een kink in de kabel zat. Maar goed, we zijn er weer. Zo. En dan deze nog. Zo. Dat is 1. En ik doe aan de uiterste randen van het chipboard, doe ik even een smallere. Helemaal gewoon ook over de naadjes heen. Dan blijft het straks goed vastzitten. En ook dat doe ik even rondom. Annette wil er eentje maken met de kerst. Dat is ook hartstikke leuk. Wil je dan een december daily maken of zo? Ik weet niet of er zoveel foto's in kunnen namelijk. Maar het album wat ik hiervoor in bedacht heb, die kun je wel uitbreiden. Dat zul je straks wel zien. Dus dan zou je wel misschien een heel eind kunnen komen. Maar goed, dit kan natuurlijk voor alles. Je kan hier natuurlijk ook een heel leuk felicitatiealbum mee maken. Oh, deze kant had ik al, zie ik. En dan gaan we. Oh, Karin heeft er al een klaar, zijn shadowbox. Nou, heb ik die al gezien of moet die nog gepost worden? Dat vinden we natuurlijk altijd wel heel erg leuk. Zo, ik zie hier nog een stuk dat eraf moet. Oké, wat we nu gaan doen. Is deze, die randen, zei ik al. Eigenlijk heel voorzichtig vouwen en dan om het chipboard. Waardoor ik dan, wat ik meestal doe, is heel voorzichtig. Al drukkende op mijn snijmat, vouw ik hem al een beetje. Zo. Het is natuurlijk wat stug, dat cardstock. En zo kun je even wat meer kracht uitoefenen. En ik doe het even uit beeld om ook de zijkanten te doen. Maar die kan ik misschien nog wel, die zijn niet zo heel breed. Zo. En dan duw je met je vingers langs de rand. Zodat het chipboard, of het cardstock een beetje soepel wordt. Goed aanduwen tegen het chipboard aan natuurlijk. Want we willen hem mooi recht eromheen. Zo.
En dan gaan we hem plakken. Ja, hier gaat best wel veel tape in. Dus zorg dat je voldoende op voorraad hebt. Met dit soort omslagen, zeg maar, kost het altijd veel tape. Maar dan zit het ook goed vast. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Oh, doe ze maar niet allemaal tegelijk. Want dan plak ik er straks aan vast. Ik doe in ieder geval eerst deze lange. En één hoek. Zo. En dan gaan we hem al heel voorzichtig. Ga je hem. Eromheen vouwen. Ik moest even nadenken wat ik zou zeggen. Zo, kijk. En dan heb je een mooie rand. En dan doe je met alle kantjes. Deze moet ik ook al even een stukje weghalen. Kijk, en nou voeg die hoek gewoon netjes dicht. Zodat je daar geen kier krijgt. Dat is niet mooi. Zo, die eraf. En je houdt ook van die gezellige sliertjes over elke keer. En dan weer even. Zo. Ja. We zijn er bijna. Oh, moet wel natuurlijk eerst de beschermstukjes eraf halen. Zo. Nou, kijk eens. En dan is het al even de rotzooi weg. Hoppakee. Dan is het al helemaal beplakt. En dan kunnen we de vormen erin vouwen. En dat doen we ook weer met beleid. Gewoon heel rustig vouwen. Je kan ook, kan ik eigenlijk ook wel even eerst voordoen, heel voorzichtig. Omdat hier natuurlijk kaartstok over zit, kan je heel voorzichtig met een vouwbeen even door de naadjes. Dan krijg je gewoon mooie vouwen erin. Zo. En dan kun je hem ook heel makkelijk vouwen. En dan die nog. Zo. En wat dan de bedoeling is uiteindelijk van deze, is dat die zo straks vastkomt. Kijk, dan heb je al een omslag. Kijk eens. Mooi, hè? Maar we gaan zo de sluiting doen. Zal ik die meteen even... Nee, ik doe het even volgens mijn briefje. Dan raak ik niet in de war. Doen we straks een sluiting, want we hebben een pakketje, zit dat ook, zitten sluiting. En die komt straks op de voorkant. Zodat je hem dicht kan doen. Maar ik ga eerst even hierin een doosje maken waarin het album kan blijven staan. En daarvoor hebben we een stukje kartstok nodig van 14,8 bij 22,5 centimeter. Oeps, een beetje laat. Ja, dat kan, dat geeft niet. We zitten straks weer op YouTube en dan kun je terugkijken. En dit strookje kartstok gaan we vanaf alle kanten op 5 centimeter rillen. Dus ik zet overal vanaf de zijkanten zet ik een streepje op 5 centimeter. Moet ik hem wel goed neerleggen. Zo. Ook vanaf de zijkanten op 5 centimeter vanaf de zijkanten rekenen. Dus vanaf die hoek 5, vanaf die hoek 5. En dat doen we ook deze kant. Dit is 5. En dit is 5. En dan de laatste. Ook 5. En dan zet ik die even op 15 naar 10. Zo. En dan rillen we die kanten allemaal. Even met de smalle, denk ik maar. Zo. Ik ben nog steeds live, zie ik. Dus ik mag aannemen dat het nu goed blijft gaan. Zo. En ook deze 5 gaan we rillen. Zo.
wel netjes rillen, precies op de streepjes. Want dan wordt het doosje ook recht. En wat we nu gaan doen, ik kan hem wel eens even vouwen. Zo. En zo. En dat is hem. En dan gaan we hem zo neerleggen. En dan gaan we deze rillijn, tot waar de rilvouwen elkaar eigenlijk kruisen, gaan we inknippen. En dat doen we met deze. En met die. En deze. En deze. Dan kun je het knippen. Je kan het snijden. Wat jij handig in bent als je het maar mooi recht doet. Laat ik het nou eens snijden. En dan komt hij zo los. En dat doe je dus ook met deze hoek. Moet ik alleen opletten dat ik niet te ver snijd. Zo. En deze kant. En de andere zijkant. Zo. Dus dan hebben we losse hoekjes. Meteen even het vouwbeen erlangs. Doen we ook met deze kant. Zo. En dan hebben we dit zover. Dag Sophie. Hoe groot was dit stuk nu? Dit was 14,8 bij 22,5. Dankjewel Bettina voor de link. En we laten hem ook zo liggen. En dan gaan we in ieder geval deze kanten gaan we, let op, dan komt hij weer, tape plakken. Eerst maar even recht. Dus je vouwt ze even naar binnen en op die kant plak je tape. En dat hoeft niet helemaal vol. Oh, drie stukjes kom je een heel eind. Zo. Oh, ik snij al een stuk, of ik trek al een stuk kaartstok mee, maar zie je straks niks meer van. Ik zat net te kijken of ik wel in beeld bleef, want ik wil nog wel eens even bewegen. Zo. Oh, ik zou dat er maar even afhalen. En dat doe je ook met die kant volgens mij. Even kijken hoor. Vouw het doosje door eerst de onderste en bovenste naar binnen te vouwen. Zo. En dan komt die. Zo. Kijk, zo ga je hem plakken. En daarna komen deze naar binnen. Dus ik heb deze al betaped. Ik weet niet of dat een goed woord is. Zo. En deze ook. En dan gaan we die naar voren. Die laten we even liggen, die hier middelste. En dan plakken we deze er tegenaan. Maar wel recht natuurlijk, tegen de vouw. Dus ik pak hem even in mijn hand. En dan plakken we hem zo. Kijk, netjes hier en netjes aan die kant. En dat doe je ook aan die kant. Nou, ik kan het niet als ik er niet goed naar kijk. Zo. Kijk. En dan de laatste flapjes die aan de buitenkant komen. Die krijgen nog een stukje tape. Niet helemaal recht, maar ik kom er niet zo goed bij zelf. En ik wil wel in beeld blijven. Zo. Kijk, die eraf. Nou, zo. En dan gaan deze naar de overkant. Zo. Nou. En dan pak ik weer even mijn basis erbij. Want dit doosje, ik heb hem weer goed, hè. Dit is het brede stuk en dat is het smalle stuk. Dus breed ligt links. En dit doosje plakken we straks, of in ieder geval jullie, op dit stuk, op het tweede deel
Naast die smalle. Daar komt hij straks op. Maar ja, het is natuurlijk mooier om hem eerst helemaal te beplakken met het dessinpapier. Maar ik heb hem natuurlijk al gemaakt, dus ik ga dat niet nog een keer doen. Want dat is zonde van mijn papiertjes. Maar deze komt dus straks geplakt. Ga je hier gewoon tape op zetten. En dan kan die hier precies tussen. En dan vouw je deze weer dicht. Kijk. En dan heb je een, een doosje in een omslag. En dan, dat is eigenlijk de bedoeling. En dan komt hier straks het albumpje in. En natuurlijk als je hem helemaal beplakt hebt, gaan we de sluiting doen. De achterkant hoef je niet eerst te beplakken als je de sluiting wil doen. Want dat is mooier als je die... Want de sluiting gaat met splitpennetjes. Als je natuurlijk hier eerst de dessinpapier plakt en dan de voorkant plakt, komen hier die pootjes uit. Die vouw je dan open, zeg maar. En daarna plak je hem, beplak je hem met de dessinpapier, zodat je die pootjes ook meteen mooi hebt weggewerkt. Het is nu de bedoeling dat we die sluiting maken. En dan hou je hem mooi dicht zo. En dan komt deze... Oh, moet ik wel een goede pakken. Deze komt hier. Ik zal hem eerst even voordoen. Kijk. Hier zit een hendeltje in. Daar zit een gaatje in. En dit is dan je sluiting. En dan kun je hem zo... Kun je hem openmaken. Moet ik hem wel zo doen. Dus je doet hem dicht. En dan kun je hem het beste, denk ik... Vouwen. En dan moet hij natuurlijk in het midden. Dus dat is even op het oog voor mij dan. Ik kijk even zo. Oh. Je hebt eigenlijk een handje tekort met dit. Oh. Ik ga gewoon even op de gok doen. Want anders zitten we hier morgen nog. Ik ga deze gewoon even eraf halen. Nou, kijk. Zo. En dan kijk ik even hoeveel ik hier heb. 4,7. Doe ik vast even een rondje. Dan probeer ik hem hier goed vast te houden op het rondje. En dan moet ik hier ook 4,7. Oh nee, dat is veel te ver. Zo. Nog een keer. 5. En 5, ja. Moet ik hem hier doen. En hier. Dus het meeste rondje daar. En dan pak ik mijn krokodil. Of je big bite. Wat je hebt. En het kleine gaatje gaan we dan pakken. En, ik ben bijna mijn splitpennetjes kwijt. En dan gaan we die. Maar ik moet even goed kijken. Want door het lampje. Zie ik het niet goed. Hoppakee. Dat is 1. Ik moet wel het stukje er even uit, want anders zie ik weer niks. Zo, en dan die andere. Nou, volgens mij zie ik daar een potloodstreepje. En dat is 2. Dat even weg. En dan kunnen we deze er alvast in doen. En je moet het natuurlijk zien met dessinpapier, hè? Maar dat heb ik dan nu niet gedaan. Maar dat doe je dus zelf wel eerst. Waar is mijn haartje? Daar. Even het stokje om. En daar ook heen. Zo, kijk. Dan is dit deel 1, zeg maar. Het zit nu nog een beetje los. Maar dat straks, omdat er nog meer laagjes papier in komen, gaat die vaster zitten. En wat ik dan nog wel eens doe, is in die gaatjes een druppeltje lijm zetten. Tacky glue of zo doe je in dat gaatje waar die stokjes uitkomen, doe je een druppeltje lijm. Dan blijft die straks mooi recht zitten. En dan komt deze natuurlijk. En die moet eronder. Zo. En dan kun je deze wel meteen afknippen, wou ik zeggen. En wat, heb ik niet een knijpertje hier? Want dat had ik toen ook, weet je. Dan blijft die misschien zitten. Dan pak ik wel misschien even een... Kijk zo. Nee, dat blijft ook niet zitten. Soms denk je creatief te zijn. Kijken of dit lukt. Zo. Die eraf. Dan kan ik... Nee, dat lukt echt niet. Nou, was een leuk idee. Dan doe ik het zo. Zo. En dan...
trek je hem wel iets naar beneden, zodat die hendel een beetje gestrekt zit natuurlijk. En dan ga je hem aftekenen. Zo. Het is even een klusje. Ja, kijk eens. Even iets meer duidelijk. En dan gaan daar ook de gaatjes door. Oh, zit nog wat in. Nou, gezellig dat jullie toch nog even aanschuiven. En de rest kun je natuurlijk later terugkijken. Ik zit even moeilijke gaatjes te maken. Dat is één. Zo. En dit is dan de crocodile. Ik zeg altijd krokodil. En dan heb je ook nog de Big Bite. Die is nog groter. Die is ook handig. Zo, en dan gaat deze erin. Even weer in beeld. Nou, soms is het net even handiger om hem even dicht bij je oogjes te houden. Dat is één. En dat is twee. En ook hier kun je dan eventueel een druppeltje lijm in doen. Even laten drogen. En dan zit je. Zo, dan zit hij vast. Maar dan moet je wel zo, als je het druppeltje lijm in doet, dat je houdertjes natuurlijk recht zitten. Maar wat ik zei, voorkant eerst natuurlijk met de sandpapier plakken. Achterkant nog niet. Dat doe je pas als ze erin zitten. En dan kan je hier overheen plakken. Dan zijn je stokjes of die pootjes zijn dan ook mooi weggewerkt. Dus dit is dan de sluiting. Hier kwam het doosje. Zo. Nou, en dan zijn we eigenlijk al een heel eind. Maar ja, de opdrachten moeten in een albumpje. Dus ik zet dit even aan de kant. Maak even wat ruimte. Even kijken. Daar heb ik deze voor nodig. Die is nog niet aan de beurt. Voor het albumpje heb ik dit keer gekozen om te maken met envelopjes. Gewoon simpele envelopjes. 5 stuks voor 5 opdrachten. En eigenlijk heb je. Het album wordt zo gemaakt dat je 2 kanten per opdracht hebt. Dus red je niet om uit de bingokaart een rijtje op 1 kant te doen. Dan heb je nog een achterkant. Je mag helemaal zelf weten als de opdrachtjes er maar in zitten. De enveloppen gaan we dichtplakken. Oh, dat is mijn hobby. Had ik er wel even eerder kunnen doen. Nou, even zo. Ik heb geen spons bij me. Dit zijn lekkere stevige enveloppen. Dat is natuurlijk wel prettig als het een album wordt. Brillen. Bah. 1, 2, 3. Had ik ook met lijm kunnen doen, maar ach, dit gaat net zo snel. Zo. Oké. En we gaan ze even op maat maken van het album. En dat is 15,5. Dus ik snij ze aan de bovenkant af, of aan de onderkant, maar in ieder geval in de lengte. 15,5. En ik doe ze toch even allemaal. Oh, ik zit weer uit beeld. Ik doe ze toch even allemaal één voor één snijden. Want ik heb in het verleden wel eens 2 op elkaar gedaan. En dan schiet je toch uit, of het beweegt eronder. En dan is er eentje toch net te kort. Dus ik doe even. Streepjes zetten op 15,5. En hier ook. En de laatste. Dus de enveloppen worden 15,5 hoog, zeg maar. Wel recht leggen. En dat snijden we eraf. Je kan ze natuurlijk ook onder de snijmachine leggen. Maar ik doe toch eigenlijk nog heel veel met de hand. Weet niet hoe het met jullie zit. Ik weet wel, gemak dient de mens. Maar ik hou ervan om een beetje controle te houden. Drie.
Nummer 4. En 5. Zo, dat is klaar. En dan hebben we 4 strookjes kortstok. Krijg je nu een melding dat live gaat? Nou, dan ben je op tijd, Karin. Hoe groot zijn de enveloppen? Dit zijn gewoon, heb ik die maat opgeschreven? Even kijken of ik dat zo uit mijn hoofd weet. Nee. Maar dit zijn gewoon standaard, waar je ook je kaarten mee verstuurt. Dus is dat niet 11,4 bij 16,2? Ik geloof het wel. Oh, ik kan natuurlijk opmeten. Jongen, jongen. Ja, 11,4. En ik had hier natuurlijk een stukje afgesneden. Bij 16,2. Ja. Dan hebben we hier 4 strookjes kaartstok. En die zijn 2,5 bij 15,5. En die gaan we rillen. Je zou zeggen op die kleine stukjes. Ja, dat gaan we toch doen. En we gaan ze rillen op 1. Ik doe het eerst maar even weer met potlood. Probeer even weer omhoog te werken. Ik pak even die kleine, want dat werkt toch fijner. We gaan ze rillen. Dus die strookjes zijn 2,5 bij 15,5. En we gaan ze rillen op 1 en op 1,5. Dus op 1 en 1,5. Ja, dat is een beetje een saai werkje, maar moet ook gebeuren. Ja, Gesine, ik zou gisteren live, maar ja, gisteren was er geen Facebook, hè. Dat was een wereldwijde storing. Dus ja, dat ging niet. En vandaar dat we dus in de herkansing gaan vandaag. Zo. Dus die gaan we rillen op 1 en 1,5. Dat is 1. En dat is 2. Voor diegenen die wat later zijn binnengestroomd. Ik ben bezig met het projectje voor de herfstchallenge. Die we bij Hobby Vision vandaag gaan opstarten. De challenge duurt 5 weken. Tenminste, we hebben 5 opdrachten. En elke week komt er een opdracht. En... hoe heet het? Ik had een leuk albumpje ervoor in mijn hoofd. Met wat ik nu aan het maken ben. Maar vind je het niet leuk? Hou je niet van albums? Kan natuurlijk. Dan mag je natuurlijk ook met je eigen dingetjes werken. Sommigen die vinden het heerlijk om in een planner te werken. Je mag ook kaartjes maken. Je kan in je art journal. Nou, wat hebben we nog meer? Labels. Misschien mixed media dingetjes. Vind je leuk om, om in te werken of op te werken. Mag allemaal. Dit is alleen maar een, een album. Als je zegt van ik wil het lekker allemaal bij elkaar. Nou, dan heb je hier een... en dit is niet moeilijk. Filmpje neem ik aan is duidelijk genoeg. En anders hoor ik het wel. De werkwijze komt in bestanden. En straks als dit klaar is, ga ik de eerste bingokaart ook bekendmaken. Dus voor diegenen die dit niet willen maken, die kunnen ook meteen aan de slag in hun eigen tempo en eigen ideetjes. We doen het weer met bingokaart. Dat hebben we met de zomerchallenge ook gedaan en dat was wel een groot succes. Dus dat hebben we maar weer gedaan. Zo. Nou, dan hebben we deze strookjes. Zo, en dan zie je dus hier de halve centimeter eigenlijk. Die gaan we dus niet beplakken. We gaan de zijkanten beplakken. Dat kan met 9 mm, die heb ik hier liggen. En die gaan we beplakken. Dus daar gaat weer een paar metertjes tape. Nou ja, metertjes, maar het schiet lekker op zo. Dus zorg wel dat je dan niet over de railvouw heen plakt. Want dit is de binding eigenlijk van het boekje. En dat moet natuurlijk wel een beetje soepel gaan. En als daar plaksel tussen zit, dan is dat niet prettig. Dus zorg wel dat je voor de railvouw werkt. Anders gebruik je wat smalle tape.
Dit zijn randjes van een centimeter en mijn tape is 9, dus dat 9 mm, dus dat moet kunnen. Ik ga even kijken of er nog. Nee hoor, je hoeft geen per se een album te maken. Je kan gewoon de losse opdrachten kun je gewoon in het fotoalbum plaatsen. Die zijn al aangemaakt. En wat ik er wel even bij moet zetten, als alles klaar is, dus alle opdrachten zijn gemaakt, dan moet je die, al je opdrachten moet je dan in een evenement plaatsen, zodat alles bij elkaar staat. Dat hebben we met de zomerchallenge niet gedaan en dat was zo'n zoeken om te kijken waar en wie de opdrachten af heeft. En als we dan een evenement aan maken, kan iedereen in één bericht daar zijn foto's in plaatsen. En dan kunnen we in één open opslag zien wie alles af heeft. En dat werd gewoon, prettiger, zeg maar. Maar dat komt allemaal ook later in een berichtje op te staan. Dus ik heb nou nog geen pijn in de buik over. Daar schieten we niks mee op. Ik pak één envelop en ik pak een strookje. Ik ga alvast één kantje losmaken. Zo. Wat ik nou doe, is dit strookje ga ik aan de zijkant stotend railvouw tegen zijkant envelop plakken. Ik laat het zo even goed in beeld zien, maar nu even zorgen dat hij goed op zijn plek komt. Ik draai hem even om. Kijk. En dan komt hij er zo uit te zien. Oh, ik weet niet of dat lukt. Kan ik nog een beetje beter in beeld? Kijk. Ik moet hem even scherp stellen. Dat lukt niet echt. Maar hier is mijn envelop. En die zit mooi tegen de railvouw van dat strookje. Want dit wordt namelijk de zijkant eigenlijk. Dan hebben we deze klaar. Zorg wel voor, dat vergeet ik bijna te zeggen, dat je de envelop aan de bovenkant met de open kant hebt. Want daar hebben we natuurlijk wat afgesneden. Deze gaat aan deze kant van het strookje. Zo. Open kant boven. En die gaat op dezelfde manier, dus tegen de railvouw eigenlijk aan van je strookje. En dan krijg je dit. Oh. De binnenkant ziet er dan zo uit. Dat kun je meteen ook even goed aandrukken. En dan hebben we al een beginnetje. En dan hebben we weer een strookje. Kijk. Zo. En die gaat nu aan deze kant. Dus hier hebben we deze. En deze gaat aan die kant. Ook weer netjes. Ik kan het beter aan deze kant doen. Dan zie ik de vouw beter. Zo. Oh, heb ik hem wel aan de bovenkant? Ja, gelukkig. Wel opletten dat de open kant aan de bovenkant ligt. Het spreekt het eigenlijk al voor zich. Deze gaat eraf. En deze gaat erop. Zo. En zo gaan we eigenlijk ook. Dan gaan we door tot we ze allemaal geplakt hebben. En deze gaat weer. Deze kant hebben we net gehad. Dus dan gaat hij weer aan deze kant. Ik zit zelf vast. Dan zie ik het niet. Zo. Doe het toch even andersom. Zo. Nou. Kijk. Het begint er al mooi op te lijken. Moet ik hem wel goed omleggen, want dit is de open kant. En dan gaan we die eraf halen. Open kant, ja. En dan gaat die er tegenaan. En dan hebben we nog één. Nou ja, die gaat weer aan de andere kant. Die moet ik toch andersom erop plakken, want dan zie ik het beter. Zo. En dan nog de laatste, dat is de open kant. En dat is deze. Zo.
Nou, kijk, en dan is eigenlijk je album klaar. En dan hebben we een zigzag. Wat is het? Zigzagalbum. Hoe leuk. En dan kun je gewoon je opdrachten. Al die 5 opdrachten kun je hier makkelijk in kwijt, want je hebt heel veel kantjes. Ik wilde eigenlijk ook nog een leuke sluiting verzinnen voor deze album, dit album. Maar dat kan pas als je helemaal klaar is. Want dan weet je hoe dik die is. Dan gaat die misschien nog wat bol staan. En dan is het de bedoeling, dit is de achterkant van je album, want zo ga je bladeren. Dit is de achterkant van je album. En daar kan je eventueel een strookje omheen vouwen. Hij is nu natuurlijk niet beplakt. En dan ga je hem rillen op daar waar die moet recht houden. Dat doe je dus pas als je boekje klaar is. Dat is één. Nou, ik laat hem nu gewoon aan de dikte van wat ik nu heb. Dat is hier. Vind je dit niet leuk om zo'n omslag te doen, dan doe je het niet. Dat is niet verplicht verder of zo. Zo, die komt dan hier omheen. Kijk, nu is hij natuurlijk niet beplakt, dus het is een heel dun stukje wat ik hier heb. En dat doe je ook aan die kant. Dan leg je hem goed neer. En dan ga je hem ook weer hier rillen. Maar ja, als je natuurlijk veel beplakt en veel laagjes en allemaal dingetjes erin plakt, dan wordt je boekje toch wat dikker. En daarom kun je dit het beste doen als hij dus helemaal klaar is. Zo, dan moet ik nog één rail vouwen. Zo. En dan past hij eromheen, zou je zeggen. Maar ik vind het leuker om daar nog een leuk friemeltje. Ik zal hem even laten zien trouwens. Wacht even, ik haal hem even uit mijn boekje. Want dan zie je eigenlijk nog niks. Kijk, dit is de bedoeling. Dat je aan weerskanten, maar dat, ja, ik kan hem, hoe heet het? Ik wil hem als een label eigenlijk vastzetten. Ik heb er dan wel eyelets in, maar dat hoeft niet. Met een lintje erdoor. En dan moet je hem, als je hem hebt beplakt, ga je hem vouwen. En dan ga je de hoekjes, ik zal nu een stukje eraf halen. Waar is mijn ideaal? Even aanstrepen. Ik denk ongeveer hier. En het komt niet precies waar je hem eindigt. Daar. Dat snij ik eraf. Bij jullie zal dat waarschijnlijk wat minder zijn, omdat je natuurlijk een dikker albumpje al hebt. Maar dat heb ik in dit geval nog niet. Zo. En dan ga je de hoekjes ga je schuin afsnijden. Ik heb hier zo'n mooi vakkenpakketje, zeg ik altijd. En dan kan ik hem precies in een hokje leggen en een centimeter eraf halen. Dan heb je dus niet zo'n mooie hokjes, dan doe je dat met de liniaal, een centimeter. En dan heb je net of zijn het labels, zeg maar. Zo. En dan past hij dus hier mooi omheen. Nou, dan ga je natuurlijk nog een gaatje ponsen. Niet helemaal op het eind. Ik doe het weer een klein beetje op het gevoel. En dan zet er weer van alles in. Nou, dan pak ik even de kleine. Zo. Die ook, nog op dezelfde plek. Zo. Even kijken hoor, zo. Ongeveer 3. En daar ook een gaatje. Even kijken. Ja. Oh, dan heb ik geen lintje bij de hand. Maar nou, dat snappen jullie denk ik wel. Heb ik hem aan de goede kant. Ja. Dan ga je hem zo doen. En dan ga je. Oh, kan ook een touwtje trouwens. Ik zeg wel een lintje. Maar je kan natuurlijk ook een touwtje of smal lintje. Ik heb hier een beetje een kantje gedaan. Maar je hebt ook seam binding lint. Wat heel mooi past. En dan kan je hem zo dichtklappen.
Dus dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het hele projectje, zeg maar. En doordat we deze hebben opengesneden, kun je ook zelfs nog wat in de enveloppen doen. Labeltjes of iets dergelijks. Je moet wel oppassen als je dat doet. En het zit hier in het doosje. En dan zul je zien, als ik hem weer dichtklap, dat de labels niet veel uit kunnen steken. Omdat je anders tegen het deksel van je doosje zit. Dus daar moet je even rekening mee houden. Maar wat mensen ook leuk vinden, als je een dagje uitgaat, ik noem maar even wat. Je gaat in de herfst een dagje uit naar de dierentuin of naar het bos. En je hebt een toegangsbewijsje, die zijn natuurlijk ook leuk om die bijvoorbeeld hierin te doen. Of je treinkaartje, ik noem maar even wat. Je bonnetje van je patatje. Dan heb je echt een heel leuk albumpje om alles in te bewaren. Dus dit gaat dan hier omheen. Dit gaat in het doosje. En dat doosje zit officieel natuurlijk al vast in mijn omslag, zeg maar. En dan heb je je projectje. Ja, je ziet zo weinig. Dan zo. En dan kun je lekker aan de slag. Ik zal de mijne even laten zien. Die laat ik even hier. Jullie hebben natuurlijk op de foto al een beetje gezien. Dit is mijn buitenkantje. En kijk, deze zit gewoon vast doordat ik hem al heb beplakt met lijm. En dit is het papier van, even denken, Studio Light. Beauty of Fall. Ik heb een kantje in een glas. Nou ja, dit is een en al fall, zeg maar, herfst. De binnenkant heb ik ook mooi beplakt. Kijk, doosje zit natuurlijk in die tweede stukken. Dit is het smalle stuk en dan op die 5 centimeter. Dus dit is het doosje. Ja, en wat mij nog rest is de bingo kaart zometeen. Maar dit is alvast een deel van mijn boekje. Je ziet dat ik hem leuk met een bijpassend kantje heb gedaan. En dan moet je hem wel even eentje... Oh, je kan hem er trouwens ook... Ik heb hem vastgeplakt. Maar als je hem los doet, dan kun je hem ook eraf schuiven. Zo. En dan... oh, ik moet niet alles laten zien. Moet ik even uitkijken. Zo. Ik heb bingo kaart 1 al gemaakt. Dat is deze. En dit is de bingo kaart. Ik zet hem straks ook in de groep. Dit is bingo kaart 1. En je mag dan een rijtje gebruiken op je, als opdracht. En dat mag horizontaal, verticaal, diagonaal zijn. Als je maar 3 aaneensluitende vakjes gebruikt. Dus je mag niet egels, paddenstoelen en groen doen. Het moet echt wel zo zijn of zo. Nou, je ziet dat er mogelijkheden genoeg zijn. Zo kun je, zo kun je. En ik heb voor mij zijn de paddenstoelen, het lint en groen heb ik gekozen van deze bingo kaart. Ik heb toevallig groen lint. Een groene pompoen. Nou ja, paddenstoelen zat. En ik heb daar nog een zakje gebruikt waar een label in zit. En die kan ik eventueel ook nog een leuke tekst voorzien of iets dergelijks. En dat is mijn opdracht. Ik ben echt van het papier en dat soort dingen allemaal. Dus voor mij geen mixed media of stempeltjes. Ja, een tekst. Maar dit is mijn eerste opdracht. En nou ja, die geldt dus vanaf nu ook voor jullie. Ik zet hem zo in de groep. En dan kunnen jullie aan de slag. De bingo kaarten zit ook een beetje Halloween in sommige. Want sommigen vinden het ook leuk om met Halloween te spelen. Nou, dat hoort ook bij de herfst. Dus die kant kun je ook een klein beetje op. Dus het zijn maar wat tips en hints waar je mee aan de slag kunt. En wat ik al zei, het team is ook aan de slag gegaan. Dus die gaat ook heel veel inspiratie aan jullie geven, hoop ik. En dat jullie daar ook lekker wat aan kunnen afkijken. En misschien wat ideetjes mee opdoen. Nou, volgens mij heb ik alles eigenlijk wel gezegd. Als je meedoet, maak je natuurlijk kans op een prijsje. Of een leuke prijs, ik weet nog niet wat. Dat is altijd een verrassing. En elke week zal ik de nieuwe bingo kaart bekendmaken. En dan laat ik ook mijn voorbeeld zien. En dan komen de anderen ook met hun voorbeelden. Dus ik denk dat we weer lekker bezig zijn de komende weken. Nou, ik geloof niet dat er nog vragen zijn. Anders hoor ik het graag. En je mag me ook altijd een privé een berichtje sturen. Of je zet het in de groep, dat iedereen de vraag kan beantwoorden. Of kan lezen en misschien op reageren.
Nou, ik zie volgens mij helemaal niemand die vragen heeft. Nou, het was ook niet moeilijk, denk ik. Ga daar lekker een dagje voor uittrekken, lekker in het weekend. Voor nu zeg ik bedankt allemaal voor het kijken. Leuk dat jullie erbij waren. Ga lekker aan de slag. En vergeet niet, zaterdag doe ik ook nog een online workshop. Als je die leuk vindt, meld je daarna voor de workshop. Koop de workshop in de webwinkel. Want dat vind ik gezellig om met jullie dan nog een leuk kerstalbumpje te maken. En nu zeg ik allemaal, welterusten voor strakkies. Bye bye.